Een thumbnail, wat is het en hoe maak je het? Een thumbnail, wat is het? Nou, een thumbnail, dat is het plaatje dat je ziet, het allereerste plaatje, voordat je de video afspeelt. Dus voordat je op play klikt. En dat plaatje is eigenlijk alles bepalend en vergroot ook heel erg de kans dat iemand inderdaad nieuwsgierig genoeg wordt, de interesse wordt geprikkeld, dat hij denkt van, hey, laat me eens kijken naar die video. Dus om daar aandacht aan te schenken is wel echt heel erg belangrijk. En zeker op kanalen als YouTube. Voor het ontwerp van dingen als thumbnails, maar ook social media posts, flyers, een mooi werkboek, raad ik de website aan canva.com. Als je naar de website gaat en je hebt nog geen account, dan zie je zoiets. Rechts bovenin of aan de linkerkant heb je de mogelijkheid om je aan te melden voor Canva. Heb je dat gedaan, dan kom je vervolgens bij het startscherm uit. En dat ziet er ongeveer zo uit. Je hebt aan de linkerkant de optie Create a Design, of gewoon in het midden kun je intypen YouTube Thumbnail. En als we dat hebben gedaan, dan kunnen we op blank klikken. En dan komen we bij het volgende scherm uit, waar we dus ook echt onze thumbnail verder kunnen gaan ontwerpen. Nou, aan de rechterkant zie je dan gewoon een blank geheel. Een blank canvas die we kunnen gaan bewerken. En aan de linkerkant zien we onder andere templates, foto's, elementen, tekst en een aantal andere opties. Templates, dat zijn voorbeelden die je kunt gebruiken voor jouw thumbnail. Er staan zelfs verschillende categorieën tussen, zoals een reis, YouTube template, thumbnail template, beauty, food en andere dingen. Nou, ik had er al eentje uitgezocht, dus bij Recently Used staat degene die ik al had uitgezocht. Klik ik daarop, dan verschijnt die ook aan de rechterkant in beeld. En de verschillende elementen uit dit plaatje kun ik dan aanpassen. Nou, ik kan natuurlijk de foto aanpassen, de tekst. En hier staat nog een plaatje, die kan ik ook verder aanpassen. Maar laten we beginnen met de tekst. Klik ik hierop, dan verschijnt er dus een vierkant omheen, blauw. En bovenin verschijnen ook allerlei opties, zoals lettertypes, waar ik uit kan kiezen. Dus als dit lettertype mij niet aanspreekt, dan kan ik voor een andere kiezen. En je zal ook zien dat er een kroontje staat bij een aantal. Dat betekent dat dat een van de opties is die je hebt in de betaalde Canva Pro account, als je dat zou hebben. Ik heb zelf een gratis account, maar daar staan ook al heel veel mogelijkheden in. Dus je kan daar ook al heel veel mooie dingen mee ontwerpen. Nou, ik ga in dit geval kiezen voor Open Sans. Nou, daar past het ook gelijk aan, dat is handig. Maar ik wil ook even de tekst aanpassen, want deze thumbnail gaat over YouTube thumbnails. Hoe verrassend. En als ik dit verder selecteer, bovenin zie ik dan ook de optie om de lettergrootte aan te passen. Nou, 98 lijkt me te groot, dus ik ga voor 78. Maar zelfs dat lijkt nog te groot, dus laten we gaan voor 68. 64. Nou, nu past het mooi in beeld, maar ik wil ook de kleur aanpassen. Dus hier bovenin, als ik daar klik, zie ik een heel kleurpalet verschijnen. En klik ik hierop, dan kan ik kiezen uit nog veel meer kleuren. Heb ik de kleurcode, kan ik die hier invullen en dan past die dat voor mij aan. Nou, de foto kan ik ook aanpassen. Laten we zeggen dat ik deze niet wil gebruiken. Ik klik erop en ik klik op delete. En dan verdwijnt het. Nu zie je mijn tekst even niet, maar ik kom nog terug. En dan kan ik dus een foto gebruiken die gewoon hier in Canva staat en die mij aanspreekt. Of ik kan een foto uploaden. Nou, hier staan al wat foto's die ik wel eens heb gebruikt. In dit geval ga ik deze gebruiken. En
mooi plaatsen. Ik ben hier nog eens blij mee. De kleur van de tekst heb ik ook nog niet aangepast. Dat ga ik ook doen. En ik kan het ook centreren. Er staat ook dik gedrukt of cursief of underlined. Allerlei opties dus. En deze foto wil ik eigenlijk flippen. Dus ik wil eigenlijk dat die naar de andere kant gaat. Dus dat doe ik op deze manier. Zo, dat ziet er net iets beter uit. Ik kan hem verschuiven. En zo ga ik nog even verder. En dit is dan het eindresultaat. Nou, wat belangrijk is bij het maken van een thumbnail. Dus wat ik al zei, je hebt hier aan de linkerkant dus allerlei opties met tekst, met elementen, dus figuurtjes die je eraan kan toevoegen. De kleur van de achtergrond kan ik veranderen. Nou, er zit heel veel, mogelijkheden. Maar wat belangrijk is, zijn eigenlijk een aantal dingen. Als eerste, zeker voor een zakelijk account, wil je een mooie foto hebben van jijzelf. Zeker als jij in de video's terugkomt, een mooie uitvergrote foto. Wat tekst die je wil verwerken in de thumbnail. En dat zijn vaak steekwoorden die ook terugkomen in de titel van jouw video. Je wil misschien de aandacht wekken of wel iets vertellen waar de video over gaat, maar niet volle zinnen. De regel die je kunt aanhouden, dat het max 4, tussen 4 en 6 woorden zijn, max. En dat je ook wat contrastkleuren gebruikt. Dus grijs met in dit geval een beetje oranje, dat valt wat meer op. En ik heb hier ook nog een aantal symbooltjes aan toegevoegd, zoals van YouTube en van Canva. Zodat mensen in één oogopslag weten waar die video ongeveer over gaat. En dat het ook iets te maken heeft met Canva. En ik heb er nog hier aan toegevoegd, makkelijk en gratis. Want ja, met Canva is dat dus mogelijk. Nou, dus voor een thumbnail, een foto, een beperkt aantal woorden en werk met wat contrasten. Nou, ben je uiteindelijk tevreden met het ontwerp dat je hebt gemaakt? Rechtsbovenin heb je de mogelijkheid download. Hier kan je dan weer kiezen van hè, in welk formaat. Ik ga gewoon voor PNG, download en mijn YouTube thumbnail is klaar. Jouw thumbnail kun je dan op YouTube zetten met de daarbij behorende video. Houd er wel rekening mee dat je om dit te kunnen doen een geverifieerd YouTube-account nodig hebt. Dit is vrij makkelijk te doen. Als je dat hebt, dan kun je dus een aangepaste thumbnail gebruiken voor jouw video's. Nou, in ieder geval heel veel succes met het maken van je thumbnail. Deel het. Deel de link hieronder. Ik ben meer dan bereid om een kijkje te nemen. En wil je nou starten met video of nog meer tips ontvangen? Abonneer je dan zeker op dit kanaal. Ik heb een video starters kit die jij als ondernemer helemaal gratis kan downloaden. Een aantal tools die je kan gaan gebruiken om betere video's te maken. Link is hier in de comments te vinden. En ik zie je heel graag weer bij de volgende video. Ciao!